En nee, anders had ik hem gehad. Maar ik werd hier gestunt. Zoals elke keer. Welkom allemaal bij deze nieuwe video. En in deze video ga ik een potje Team Deathmatch spelen op de map Shipment. Voor de duidelijkheid natuurlijk in Call of Duty Modern Warfare 3 2023. Shipment is natuurlijk een beetje omgetoverd door kerst. Dus er ligt allemaal sneeuw, allemaal ijs, dat soort dingen. Dus daarom heet het nu Shipmus. Dus daar gaan we een potje op spelen. Ik heb een aardig leuk wapentje. Ik heb aardig wat leuke kills. In het potje Team Deathmatch wat wij dus gaan spelen. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ja, en eigenlijk stel ik ook voor dat ik snel het potje met jullie in ga duiken. Goed, we zijn aangekomen in het potje. En zoals ik net al zei en zoals je in het beeld ziet, spelen we vandaag een heel simpel potje. Zo! Een heel simpel potje Team Deathmatch. Dus dat betekent, ja, we moeten gewoon de meeste kills pakken. Of in elk geval, ja, heel veel kills pakken. Daar gaat het om. Dus dat is ook precies wat we gaan doen in dit potje. We gaan knetteren veel kills proberen te pakken. En daar ligt er gewoon één. Hey, holy knetter. Heel enemy team stond daar en die kon ik niet hebben. Ja, en vanaf nou jongens, weten jullie wat er bij mij gaat gebeuren? Ik ga de knop omzetten. Nou gaan wij weer even... Het is in het begin altijd even met die intro weer eventjes... Maar nou gaan we weer gewoon schieten. Gewoon eerste worden, dat gaan wij doen. Wat dacht je daarvan? Wel ietsjes pushen. Ja, dit gaat al niet zo heel erg lekker, hè, jongens. Zien jullie dat? Dit gaat al niet heel erg lekker. Dus we moeten er even voor gaan zorgen dat we weer op het oude niveau komen. Want dit is niet heel erg goed. En natuurlijk, je hoeft niet altijd op de volle... Godsamme, hij zit daar gewoon weer te campen. Op de volle 200% zitten. Maar het zou wel fijn zijn als we een beetje fatsoenlijk kunnen schieten. Ik moet nog steeds een stimshot in mijn loadout plaatsen. Dat heb ik nog steeds niet gedaan. Dat is ook overigens helemaal mijn eigen schuld. Maar goed. Dat is even een bijzaak. We moeten gewoon killetjes blijven pakken. En dat is precies wat ik nou aan het doen ben. Niet gestunt worden en dat soort praktijken. Oké, dat was een hele goede semtex van de enemy. Dat waren er twee, mijn jongen. Dan moet ik even gaan liggen hier en... Nee, je zag mij. Nee! Hoe dan? Hoe had hij mij? Never nooit. Ja, gast. Ik word alleen maar gestunt. Daar kan ik echt helemaal niks tegen doen. Weten jullie dat? Weer een assist. Ik krijg alleen maar assistjes. Daar heb ik helemaal niks aan. Dan moet ik gewoon een goede kill hebben. Daar staat 8 miljard man. Daar staat 8 miljard man. Ah, daar werd hem niet. Ik ga er gewoon weer naartoe. Ah, dat was een double kill. Dat was een hele lekkere double kill overigens. Maar... Holy knetter, dat ging allemaal maar weer net goed. Ja, heb ik hier. Even reloaden. Ik heb low ammo. Low ammo, hoe kan ik nou weer low ammo hebben? Holy knetter. Dat betekent dat ik al aardig lang levend ben. Misschien wel iets te lang. En nee, niet weer gestunt. Holy knetter. Altijd op het verkeerde moment word ik gestunt. En... Ah, dammit. Oké, ja, ik ging naar dood. Dat was ook wel weer te verwachten. En nee, anders had ik hem gehad. Maar ik werd hier gestunt. Zoals elke keer. Ik werd weer gestunt. Kijk dan, kijk eens hier allemaal zitten dan. Hier binnenin allemaal zitten ook, jongen. Ah, dit is jammer. Was niet mijn eigen wapen, hè, dus... Dat was een op zich prima kill. En we staan voor. We staan voor qua kills. Dus dat begint al ergens op te lijken. Natuurlijk moeten we nog veel meer kills pakken, willen we winnen. Dus dat is wel echt even een dingetje. En holy crap, dat was een hele lekkere double kill. Oké. We moeten nog twee...
Killetjes. Wat een cruise missile wou ik zeggen, maar daar kwam ik niet eens aan toe. Want ik was alweer half dood. En ik heb mijn SAI gewoon binnen. Oké, we spelen gewoon even door. Totdat ik uiteindelijk dood ben. Dan kan ik mijn SAI wel even inroepen. Want nu is het daar absoluut nog geen tijd voor. Ik heb geen ammo meer. Of in elk geval lethal niet. Oftewel, ik heb geen grenades en zo meer. Jezus, Mina, wat gebeurt hier ook allemaal? Holy knetter. Oké, even reloaden hier in deze tunnel. In dit ding, bedoel ik. Container en... jij bent dood. Nee! Oh, er zat gewoon aan te komen dat we... Oh nee, en ik kan mijn ding niet meer inzetten. Mijn SAI. Oh, dat is jammer. Ik had hem misschien gelijk moeten inzetten. Maar ik dacht dat we tot de 150 gingen. Dus ik dacht van, nou, dat heb ik op zich nog wel over. Maar helaas, dat werd hem niet meer. En ja, hij heeft gewoon een lekkere endkill gemaakt. Dat heeft hij goed gedaan. Eerlijk is eerlijk. Oké, we staan bovenaan met een prima 27 kills en een KD-ratio van 2.08. Dus dat is heerlijk. Ik wil jullie dan ook bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem tof. En een keertje weer shipment met kerst, oftewel shipments. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En tot de volgende video.